Zo waren gisteren weer, hè? De capuchonnetjes op. Ja, en ja, ik kan daar niet. Hoe kijk je er tegenaan? Je hebt toch ook wel een mening over. Kijk, ik heb een boek gelezen van Yuval Noah Harari. Dat gaat over Homo sapiens, hoe de mensheid in elkaar zit. En al sinds de oertijd, toen we nog jagers en verzamelaars waren, toen deden we dat al, weet je wel. Misdroegen mensen zich op een gegeven moment. En dan werden ze boos op elkaar om hele kleine dingen. Dat gebeurt nu weer. Mensen moeten hun oerdrift klaarblijkelijk kwijt. En doen dat als het gaat om hun club op zo'n manier. Dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Maar klaarblijkelijk vinden mensen het nodig om er een uitklaarklep bij te hebben. Ja, ik heb het dan niet alleen over Ajax. Er zijn mijn clubpie. Heb je ook van die mafkezen ertussen lopen. Dus ik heb het tegen Midtjylland. Zat ik ertussen, Midtjylland Feyenoord. Ja, mijn vinger staat nog scheef. Heb je klap bij moeten rekenen? Nee, maar ik ving mensen op. Maar dat alleen mijn vinger zat ertussen. Je moet mensen opvangen. Ja, de mensen die zijn dan wel opgevangen. Toch? Ja, gelukkig wel, want dan willen ze achterover. Nou ja, goed, dat zijn gewoon mafkezen. Hè? Uiteindelijk, en het is natuurlijk niet de eerste keer dat ook niet bij Ajax gebeurt. Maar het gebeurt eigenlijk overal wel, weet je. De capuchonnetjes die doelbewust dit veroorzaken. Maar goed, het komt allemaal voort uit onvrede met de situatie die zo is bij Ajax. Ja, ik hoor Marco van Basten zeggen, je moet het betaald voetbal opheffen. Ja, sorry, dat kan je echt niet serieus nemen. Dat vind ik zo'n vreemde opmerking. Dan moet je ook stoppen met de politiek. En als er misdragingen zijn in de televisiewereld, moet je ook stoppen met de televisie. Dat slaat ook helemaal nergens op. Alleen, je zou misschien iets strenger moeten straffen. En, kijk, er wordt steeds gezegd, je kan er niet punten aftrekken bij clubs. Want ja, stel nou dat de tegenpartij stiekem ook dingen doet. En dan worden de punten aftrokken bij de tegenpartij. Dat moeten we ook niet hebben. Maar er zal toch een oplossing moeten komen. Dus misschien dat al die kijkers van dit prachtige programma, hè, misschien tot een suggestie kunnen komen om, ja, een iets zinnigere oplossing te krijgen. Het is te gek om los te lopen. Doe het alsjeblieft een beetje normaal. Ja. Hoe gaat het ooit stoppen? Gaat het ooit überhaupt stoppen? Ja, kijk. Ik weet dat ze niks op veld mogen gooien. Maar er was één bekertje werd op veld gegooid. Ja, wat moet de KNVB daar met dit? Ja, dan zeg ik, ja, wat is dat nou? Weet je wel? Het is gelukkig dat ze die reglementen niet in Zuid-Amerika hebben. Want dan wordt die wedstrijd. Elke dag wordt de herhaling in bewijs van spreken, want dan doen ze niks anders. Maar dat bekertje, ja, dat denk ik, jongens, is dat emotie of wat dan ook. En maar dan moet de KNVB mee kappen, toch? Dat vind ik wel, met één bekertje. Ja, als ze dat biervaten naar beneden gooien, ja, dan is het wat anders natuurlijk. Ja, maar hoe de KNVB, politiek, hoe ja, nee. gaat het ooit wel überhaupt stoppen? Nee, niet op deze manier. Ja, weet je, je vervalt allemaal in clichés. Hè. Dan roept iedereen het zoals het in Engeland is en gaat. Meldplicht. Ja, meldplicht. Ja, dat moet je dan allemaal nakomen. Maar hebben we daar allemaal mensen voor in Nederland die amper al die demonstraties kunnen bemannen? En dan heb je, ik hoorde Wim Kief net ook zeggen, straffen, Engeland, dat soort dingen allemaal. Maar je zult er iets strenger moeten zijn, denk ik, ja. De KNVB zit ook wel een klein beetje schuldig aan. Ook op een gegeven moment met die stakingen, een bekertje op het veld. Ja, dat maakt het zo lastig. Ze wilden op een gegeven moment paal en perk stellen. Je ziet wat er nu gebeurt, dat wordt misbruikt. En zo gaat het heel vaak. Dus er bestaat in zowel interviews, weet je wel wat er nu gebeurde bij Ajax over hoe ze het hebben aangepakt. Niet de ideale oplossing, dus bestaat in veiligheid, is er geen ideale oplossing. We doen maar wat met z'n allen.